Mannen, hup. Het zijn niet de beste tijden voor jullie, maar toch een ontzettend lekkere taart. Blij mee? Heel blij. Heerlijk. Ja? Ja, ja. Goed, zijn nu allemaal naar de nierdialyse? Is goed terechtgekomen. Ja. Goed zo. Ja, moet maar. Eet smakelijk. Paul. Ik dank je. Erik. Nieuwe carrière? Ja. Het was een feestontbijt, want het is nu, je bent de taartwaard en vanmorgenavond de primeur. We hebben de eerste taart rondgebracht, of bezorgd, en dat was hier bij het Sliegeland ziekenhuis. Het was gelijk een grote commotie, moet ik eerlijk zeggen, want de beveiliging zat op het in de nek. Of dat allemaal wel aangevraagd was en of dat allemaal, we mochten hier vullen, we hebben alles met het ziekenhuis. Maar via Optimaal FM was alles prima geregeld. Dus de eerste taart is nu bezorgd hier bij aan de drie heren die dadelijk weer aan het spuulapparaat moeten voor de nierdialyse. En u bent de chauffeur? Ja. Hoe lang doet u dat werk al? Oh god, dat weet ik al niet meer. Een mooi werk? Ja, zeker. Dankbaar werk. Dienstbaar, ja? Werk. Juist. Dienstbaar werk. En dat allemaal voor een mooie taart. Kent u, ja. Kent u Paul Berendsen? Nou, als een broer, ja. Ken ik iets beter. Ik ken hem wel. Oh, ja. Je kent hem wel? Ja. Waar kennen jullie hem van? Ik ken van Azen hier vandaan. Van Azen? En ik heb mijn vrouw ook vandaan. Ach, dus. Kijk eens aan. Ja, wie is een vrouw dan? Hey. Wie is een vrouw? Hey. Wie is een vrouw dan? Oh, van Truus. Van, nee, Truus niet, maar Truuske. Ja. Maar de andere, ja, de zuster van Truus dan. Zeg, wat kunnen de mensen doen om zo'n kaart te krijgen? Nou, zo'n taart te krijgen is gewoon heel makkelijk. Eventjes naar de site van Optimaal FM of van de Kampioensbakken. Klik het even aan, vul het even in. Zelf, Jan is het gelukt, zeg maar, om die taart aan te vragen. Dus zo moeilijk is het niet. En misschien, ja, met behulp, misschien sta ik de volgende keer bij u.